Ah ja, dat is van de dingen van. Ja. Nee, ze is het niet. Ja, ik zal ook. Dat is wel mooi. Ja, ja. Het zal weer raar moeten gaan. De 27. Ja, ze komen af. Oeh ja, dat is duidelijk. Overkant. Anders moet ik me oversteken, maar misschien best wel. Ja. Yes.
Britten.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Welkom aan u allen, dierbare vereerders van Sint Hermes. De velen die thuis zijn en meevolgen met ons, uw vertegenwoordigers, hier in de basiliek. Met ontroering hebben wij zojuist de intocht meegemaakt van een zeer beperkte groep die deze nacht in naam van onze bevolking de grote ommegang is gegaan. Wij stonden met de burgerlijke overheid voor een verscheurende keuze. Enerzijds laat de huidige bedreiging van de volksgezondheid volstrekt niet toe dat we samen de grote ommegang zouden doen. Maar anderzijds was het ontoelaatbaar dat onze eeuwenoude vierteltraditie totaal onderbroken zou worden vandaag. De enige verantwoordbare oplossing was de tocht door een zeer beperkte delegatie discreet en volledig als gebedstocht te laten doorgaan met strikte inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. Wij danken de 6 bereidwillige en gemandateerde bedevaders die ons allen hebben vertegenwoordigd de voorbije nacht. De heren Ignaz Michaud, schepen van de Virtel, Wim van de Velde, voorzitter van de Maatschappij der Dragers van Sint Hermes, Gorik de Vos, drager, Geert Cardon, belleman, Jean-Marie Dont, voorlezer, Yves Dupré, vertegenwoordiger van de Sint Hermes Gilde. Stappend en biddend met een kleine Sint Hermes reliek, dezelfde die onze dragers hadden meegenomen naar Rome, hebben zij onze tocht en onze taak volbracht. Met een dankbaar en gerust gemoed kunnen we deze ochtend viertelmis vieren. Aan onze patroon en aan de lumineuze kern van onze traditie is op bescheiden maar waardige wijze recht gedaan. Ronse heeft anno 2020 zijn viertelommegang voluit gedaan. Wij wapenen ons tegen de gevaarlijke pandemie, maar we hebben er niet voor geplooid. Zo zal het in onze geschiedenis geboekstaafd staan en gedocumenteerd blijven met de beeldopnamen die de voorbije nacht zijn vastgelegd en die u zult kunnen volgen om 16 uur via hetzelfde mediakanaal. Beste vrienden thuis, beste vrienden hier, investeren wij nu ons hart in de viering van vandaag. Beginnend met onze vraag en onze goede wil tot vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, ons geleiden naar het eeuwige leven. Amen. Thank you.
Laten wij bidden. Zegen ons volk, Heer, en allen die op deze dag uw martelaar Hermes dankbaar gedenken. Zegen ons met de naam die u deelt met uw Zoon en de Heilige Geest. Liefde 3-1. God van alle tijden, God van onze hoop, God met ons, bron van liefde voor nu en voor eeuwig. Amen. Eerste lezing uit het boek Exodus. In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De 2 stenen tafelen nam hij mee. Toen daalde de Heer neer in de wolk, terwijl Mozes daar op hem wachtte en de Heer aanriep bij zijn naam. De Heer ging voor hem langs en riep uit: De Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee. Ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. Woord van de Heer. Thank you.
Zozeer heeft God ons lief gehad, dat Hij zijn enige Zoon gezonden heeft. Alleluia. We lezen, de Heer zij met u. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Prijzen wij het woord van de Heer. Alleluia, 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 alleluia. Dierbare Hermes-vereerders, thuis voor uw scherm, hier aanwezig in onze basiliek. Gisteren konden we er niet omheen stil te staan bij de huidige pandemie die het onmogelijk maakt dat de grote omgang zoals altijd massaal zou kunnen doorgaan. Maar wij zijn getroost deze morgen door de symbolische tocht die een kleine delegatie deze nacht in onze naam officieel heeft gemaakt. Dat moest in alle discretie gebeuren om te voorkomen dat bredere groepen zouden aansluiten en het grote gezondheidsgevaar zouden negeren. Vandaag, zoals beloofd, overwegen we de diepe inhoud van het hoogfeest van de heilige drie-eenheid, wat tegelijk de zingeving is van onze grote traditie. De onverwachte epidemie die de hele wereld doorheen heeft geschud, heeft aan het licht gebracht dat wij maar mensen zijn en dus niet heer en meester van het bestaan. Er moet dus een andere bron van het leven zijn, anders en groter dan de broze mens en de mensheid met al ons machtig en onmachtig kunnen. Die bron, die blijvende oorsprong van het heelal, wordt God genoemd doorheen lange tijden. Er stelt zich echter wel een levensgroot probleem.
Onze wereld is wel wonderbaar, maar alles behalve ideaal. Het bestaan wordt doorkruist door het kwaad dat wij mensen elkaar aandoen en ook het kwaad dat ons treft, zoals ziekte en dood. Maar hoe zit dat dan? Zijn er dan twee principes? Een goede God en een duistere kwade macht? Eigenlijk kan dat rationeel niet, want het goede haalt het steeds weer op het kwaad. Vrede op oorlog, recht op onrecht, leven op dood. Anders zou de wereld niet alleen chaotisch zijn, maar allang niet meer bestaan, maar de wereld bestaat. En de geschiedenis is geen chaos. Het christelijk geloof, beste vrienden, is niet de vrucht van dergelijke filosofische beschouwingen, hoe waardevol ze ook zijn, want wij mensen zijn denkende wezens. Maar het christelijk geloof stamt uit een ervaring. Mensen hebben in Jezus van Nazareth een diepere kijk op God en het leven gekregen. De man van Nazareth zag God als zijn vader en onze vader, die alle mensen wil verenigen in één liefdesband door de kracht van Gods geest, die in alle menselijke geesten wil inwerken om hen te richten op het enig grote goed, dat van de eenheid, die de oude verdeeldheid moet herstellen en vervangen. God blijft dus niet een verre, eenzame, onbekende grootheid, maar als het ware een verbond van liefde, Vader, Zoon en Heilige Geest, die mensen tot onderlinge verbondenheid aandringt en verplicht. Het is precies dat geloof dat onze virtelomgang steeds weer uitstraalt. Mensen gaan in het spoor van een vroege modelchristen, de martelaar Hermes, sinds eeuwen hier één dag samen op weg om elke dag voor velen bond- en tochtgenoot te zijn. Hopelijk maar voor één keer kunnen wij dit jaar deze tocht niet samen tastbaar doen. Maar de boodschap blijft wel steeds te doen, elke dag, zoals Paulus dat subliem samenvat in de tweede brief aan de christenen van Korinthe, wat de eerste lezing was in de viering gisteren. Eerst horen we zijn praktische, medemenselijke oproep. Laat alles weer goed komen. Neem mijn vermaning ter harte. Wees eensgezind. Bewaar de vrede. Bewaar de vrede. Wat een kort parool dat elke dag te doen staat. En tegelijk haalt Paulus dan het goddelijk fundament aan van die medemenselijke oproep. De God van liefde en vrede zal met u zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, zo schrijft hij, en de eenheid van de Heilige Geest zijn met u allen. Er is dus een overeenstemming tussen Gods zijn en ons praktisch leven. Op voorspraak van Sint Hermes bidden wij dat dat fundament en die praktijk de goede boodschap mag zijn en blijven, waarvoor wij staan, waarvan wij leven en die we met onze virtel, of vandaag onze geestelijke virtel en ook de symbolische virtel, altijd willen uitdragen. Beleiden we samen de bevrijdende weldaad van dat geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen. Op deze dag van de grote omgang, die wij door omstandigheden niet samen kunnen gaan, bidden wij om Gods zegen over de tocht die ons leven en ons samenleven dagelijks is. Dat de omstandigheden van deze maanden, die op de hele wereld wegen, velen mogen aanzetten tot de herontdekking van de ware drijfveren, geloof, hoop en onderlinge liefde. Laat ons bidden. Vader van alle mensen, om het behoud van Gods eerste gave, leven en gezondheid, om hernieuwde zorg voor de hele schepping, waarvan wij niet de beheersers, maar de beheerders zijn, laten wij bidden. Vader van alle mensen, om uitstraalde trouw aan onze grote traditie, de verering van onze patroonheilige Hermes, dat strijd mogen wijken en wij allen even voor verstandhouding over alle grenzen heen tot vrede en welzijn. Laat ons bidden. Vader van alle mensen, verhoor u voor. God onze Vader, wij eren vandaag de liefde die u met uw Zoon in de Heilige Geest deelt en ons wilt meedelen. Zie onze wereld aan en de tocht die wij samen door het leven gaan. Wij bekennen dat onze wereld nog niet de uwe is. U werkt met ons mee om deze wereld te laten uitgroeien tot uw rijk. Open onze geest voor de goede boodschap van uw Zoon. Bemin elkaar zoals ik u heb lief gehad. Vervul ons hart met nieuwe kracht, de kracht van uw liefdegeest. Laat uw martelaar, de heilige Hermen, ons tot teken zijn van een gegeven leven dat mensen samenbrengt en aanzet om als tochtgenoten uw toekomst te bereiden. Vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Zend uw geest, God en Vader, over deze gaven die uw Zoon heeft gekozen als tekenen van het nieuwe en altijd durende verbond, dat zij ons ook vandaag spreken van uw goedheid en trouw in Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verhef uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Met uw veelgeliefde Zoon en met de Heilige Geest zijt gij één God en onze enige Heer. Wat wij weten en geloven van u, Vader, dat weten en geloven wij ook van uw Zoon en van de Heilige Geest. En wij belijden dat gij God zijt, eeuwig, waarachtig en trouw. Gij drie personen, even goddelijk voor ons en even groot. O heilige drievuldigheid, gij één van hart, één God die wij aanbidden. En ook de engelen aanbidden u. Zij roepen dag aan dag als uit één mond. Hemelse Vader, wij bidden u, zend nu uw geest over deze gaven, opdat zij uw grootste gave worden, Jezus Christus in ons midden. Want de avond voor zijn sterven heeft hij brood genomen en u dank gezegd. Hij brak het brood en gaf het met de woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Evenzo nam hij de beker, dankte u en gaf hem met de woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heere totdat hij komt. God onze Vader, zoals die zon ons heeft opgedragen, gedenken wij zijn dood en opstanding, zijn liefdegave voor ons die u hebt aanvaard. Wij bidden u, aanvaard ook ons, laat ons leven ingaan in zijn enig offer. Zend over ons uw Heilige Geest, opdat wij groeien in eenheid en in liefde, die wij zullen delen in het ene brood en de ene beker. Om de kracht van uw geest bidden wij ook voor uw volk wereldwijd, verbonden met onze paus Franciscus, onze bisschop Lode, op voorspraak van de heilige maagd Maria, de moeder God, de heilige Petrus, Cornelius en Hermes en al uw heiligen. Om uw geest van liefde bidden wij voor alle mensen van goede wil. Om uw geest van liefde bidden wij voor onze zieken, voor onze overledenen, bijzonder voor zovelen die uw martelaar Hermes door de eeuwen heen hebben vereerd en zijn nagevolgd, bijzonder ook de slachtoffers die aan al de dreiging nog steeds op onze wereld bezweken zijn, willen onthalen in uw vrederijk. En tenslotte vragen we u, levende Heer God, om uw zegen over ons, steeds pelgrims onderweg, dat wij getrouw uw wegen gaan, gesterkt door het voorbeeld en de voorspraak van de heilige Hermes, onze beschermheilige, dat we mogen getuigen van Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. In de kracht van de Heilige Geest bidden wij op het woord van Jezus, onze hoge priester en middelaar, tot de hemelse Vader om de komst van zijn Koninkrijk van vrede voor onze bevolking en de hele wereld door God bemind. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, ge hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw volk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u en met u. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata.
Zalig die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
Laten wij bidden. Barmhartige God, u hebt ons het mysterie ontsloten van uw liefde. U hebt ons uw woord gegeven en ons toegerust met de vertroosting van de Heilige Geest. Laat op voorspraak van de heilige Hermes de levenstocht die wij dagelijks samen gaan een getuigenis zijn van uw eenheid en verbondenheid. Zo bidden wij u door Christus onze Heiland. Amen. Goede vrienden, onze tweede Hermesviering neemt thans een einde. Wij danken de technici die de uitzending mogelijk maken en mooi maken. Om 16 uur kunt u via hun kanaal www.beleefhet.be een gevarieerd viertelbeeldverslag zien, onder andere van de uitzonderlijke nachtelijke bedevaart van onze delegatie. Om 18:30 start de rechtstreekse uitzending van het afsluitende Te Deum vieren, die dit jaar uitgebreid wordt met meerdere teksten en ook met muzikale en vocale bijdragen van onze eigen Pascal de Vreeze, Guillaume de Vos en Hans van de Wallen. Sluiten wij af voorlopig met het Sint Hermesgebed voor de viertel van 2020. Heilige martelaar Hermes, patroon en beschermer van onze stad. In deze moeilijke tijd doen wij bijzonder beroep op uw voorspraak. Bekom voor ons gezondheid naar geest en lichaam, dat wij u kunnen blijven navolgen in geloof en hoop, in zorgende liefde, voor allen die onze wegen delen, dankzij Christus onze bevrijder, de weg, de waarheid en het leven, voor tijd en eeuwigheid. Amen. Sint Hermes, bid voor ons. De Heer zij met u. Zegene u de drie-ene God van liefde, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaan wij allen heen in de vrede van de Heer. Wij danken God.